Bassengebied is een gebied van ongeveer 2000 hectare groot en er staan 200 kilometer heg. In het verleden was er geen prikkeldraad zoals er nu is. Dus daar hebben ze de boeren iets op bedacht om dit vee tegen te houden, is het te gaan vlechten, de heggen. Het heggenvlechten stamt uit de middeleeuwen. Het heggenvlechten stond op uitsterven. Maar nu is het weer helemaal levend geworden, het heggenvlechten. Tegenwoordig organiseren wij het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten. En dat wordt elke tweede zondag van maart wordt dat gehouden. We doen ongeveer 45 teams mee aan het kampioenschap. En dan probeer je na een aantal uren die heg gevlochten te hebben. We doen bijvoorbeeld burgemeester en wethouders van Boksmeer doen mee. Doen waterschappen mee. Maar doen familieteams doen er mee. Doen de buurten doen er mee. Het geeft gewoon een bepaalde verbinding met elkaar. Heggevlecht is een middel voor de hele gemeenschap om een beetje trots te worden hier op het gebied.